Gefeliciteerd met de 0-0, vraagteken. Ja, god. Kijk, ik denk als je de wedstrijd ziet dat het een terecht uitslag is. Je kunt hem winnen, je kunt hem verliezen in zo'n wedstrijd ook. Maar ja, goed, over 90 minuten denk ik dat het een terechte uitslag is. En dan kun je zeggen, ja, wat schieten we daarmee op? Nou, ik denk toch altijd nog heel veel. Ik denk dat je een aantal positieve naar boven kunt halen. Goede organisatie, de nul gehouden. Goede mentaliteit. Nou oké, daar kun je mee verder aan de slag. Het is lang geleden dat Feyenoord 2 punten heeft verloren. En goed, dat hebben wij toch ook op onze manier weer gedaan. Dus oké, het is nu aan ons om dit vast te houden. En de competitie zo spannend mogelijk te maken. Ja. Welke ploeg had de grootste kans in deze wedstrijd om te scoren? Tja, kijk, als Roda trainer zeg ik wij. Ruud krijgt denk ik een heel mooie kans. Goed, op laatste het Malkje nog, maar bij hun zat er ook een x-aantal bij. Ik denk dat de kopkans van Ruud de grootste kans is. Maar oké. Okay, twijfelt hij misschien bij een van die kansen? Nou, Ruud is niet een kopspecialist. En dat zie je wel een beetje. Je ziet eigenlijk de slag wel, maar eigenlijk helemaal geen power. Dus ik heb al dikwijls gezegd, Kleine, je moet wat meer ook in die slag, in het doelgericht kop. Hij kopt al vrij goed verdedigend. Dat kon hij eigenlijk vroeger ook niet. Dat doet hij eigenlijk al heel goed. Maar het aanvallend kop is nog een ander verhaal. En dat zag je dat hij daar in Rotterdam daar aan moet werken. We spraken vooraf over Feyenoord en we hadden het erover. Feyenoord zet vaak ook een uitwedstrijd heel hoog druk. Deden ze nu niet? Speelde dat jullie toch een beetje in de kaart? Ja, maar van de ene kant wel. Ik vond de eerste helft dat we dat heel verstandig deden. We kregen niet meteen druk, dus we moesten wat geduldig zijn achterin. Dat bleven we ook. Maar je zag door het doorcirculeren dat we de tijd kregen om door te circuleren. En dat we daar ook de vrije man begonnen te vinden. En dan konden we doorvoetballen. Ja, en vanuit die fases verdienen we ook absoluut een doelpunt. En toen speelden ze mijn moment op een hoopje. En dan moesten zij achteruit. De tweede helft was het wat anders en wat minder. We kwamen wat minder snel in de vrije man te zitten in het midden. Ze duwden iets sneller door. Ze hielden de linies wat kleiner. Ja, toen kwamen we wat minder in het spel. En goed, daar heeft Feyenoord niet zoveel kansen mee afgedwongen. Maar toch iets meer veldoverwicht dan wij in de tweede helft. Die play-offs, hè, dat blijft het doel. En dan wint RKC van PSV. Had je het al gehoord? Ik heb het gehoord net. Oké, dat is natuurlijk een knap resultaat. Het is eigenlijk ongelooflijk dat PSV dit soort wedstrijden niet kan winnen. Nou goed, over 14 dagen komen ze hier. Dus daar gaan we proberen een antwoord op te geven. Dankjewel. Graag gedaan.